dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Safari Report. Het is de afgelopen tijd ontzettend warm en keurig droog. Echt totaal geen regen. Dus ik dacht, dat is natuurlijk helemaal woestijnweer nu. Dus onze woestijndieren zijn natuurlijk helemaal op en top in hun nopjes. Dus we gaan vandaag eens op bezoek bij de Anax. Oké, let's go! Hop. Oversteken in de zeeboe. Oké, let's go! Woestijnen vind je op een heleboel plekken op deze wereld. Zo is er bijvoorbeeld de Gobi-woestijn in Mongolië, waar onder andere de kamelen leven. De Kalahari-woestijn in Namibië, waar je die gemsbokken vindt. En zelfs de Zuidpool is de grootste woestijn ter wereld. Een woestijn heeft dus helemaal niks te maken met of het er warm of koud is. Je noemt iets een woestijn als het er heel droog is. In een woestijn valt namelijk minder dan 200 mm neerslag per jaar. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? 200 mm per jaar op een vierkante meter betekent ongeveer 17 van dit soort emmers. En 17 emmers, dat klinkt misschien als best wel veel, maar vorig jaar in Nederland regende het zelfs 72 emmers per vierkante meter. 72? En de meest bekende woestijn van de wereld, dat is misschien toch wel de Sahara. En in de Sahara, daar leeft de Addax. En niet zomaar een Addax, nee, de Addax Nasomecula. Addax Nasomaculatus. Oké, Stijn, dit kun je. Niet zomaar een Addax, namelijk de Addax Nasomaculatus. Yes. En dat klinkt als een hele gekke, moeilijke naam, maar het betekent eigenlijk gewoon vrij vertaald een dier met kromme horens, uitgerust met een vlek op zijn neus. En dat is wel een goede naam voor een dier met kromme horens die een vlek op zijn neus heeft. Helaas is de Addax een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. Het leefgebied van de Addax moest plaatsmaken om te boren naar olie. En ook stroperij is een hele grote bedreiging voor deze dieren. De afgelopen jaren hebben onderzoekers de Addaxen gezocht in het wild. Te voet, met de auto, met helikopters en zelfs met infrarood is er gezocht. En er zijn er nog maar 3 teruggevonden. Naar schatting leven er dan ook nog maar minder dan 100 van deze dieren in het wild. En dat is niet genoeg om deze diersoort in stand te houden. Een paar maanden geleden was ik de Addax ook aan het filmen en toen zagen ze er heel anders uit. De wintervacht van de Addax is namelijk veel donkerder van kleur, want nu in de zomer zijn ze helemaal spierwit. De Addax verandert dus eigenlijk ieder half jaar van kleur. Maar ja, de Addax doet eigenlijk net als zoveel woestijndieren overdag. Eigenlijk maar gewoon zo min mogelijk. Ze liggen de hele dag helemaal achter in de schaduw lekker te luieren en een beetje te herkauwen. Dus heel veel actie is er zo niet te zien. Tenzij... We zijn er. Terwijl de gibbons in alle vroegte nog lekker aan het fluiten zijn, is ook Jeroen al keihard aan het werk. Ja, hard. Oké. Dit is echt een bizar geluid. Mooi, hè? Maar dat komen we helemaal niet voor, Jeroen, voor de gibbons. Jij komt voor de? Kom voor de Addax. Maar ik heb ze natuurlijk allang gefilmd en ze liggen de hele dag gewoon lekker voor pampus midden op die vlakte ergens. Ja. Dus ik dacht, welk moment van de dag kunnen we nou grijpen om ze ontzettend mooi te kunnen filmen? Nu, bij het voeren. Bij het voeren? Wat voeren we ze?
We gaan de grazenbrok voeren. Grazenbrok. Oké, let's go! Hier staan we. Oh. Sorry, ik was oké, let's go vergeten. Ik kom er gewoon even op terug. Oké, let's go! Grazenbrok met poeder. Total in. En daar zit totaal alles in. Alles, totaal alles. Extra vitamines. Ze staan wel al echt voor de deur. Lekker gedaan. Wil jij nou nog meer afleveringen zien van Safari Report? Dan kun je ervoor zorgen dat je die nooit mist door onder andere... Onze Facebookpagina te liken. Ja. Ja, of, weet je ook de andere? Ja, dat is dat met YouTube. Ja. Abonneer je op ons YouTube kanaal. Ja. Dan hoef je dat nooit meer te missen. Tot volgende week! Haha, doei!